Ja, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe uitzending van Oude Westen TV. Waarin deze week weer diverse onderwerpen uit de buurt aan bod zullen gaan komen. Pak iets lekkers, een hapje en een drankje. Ga er lekker voor zitten. En ik wens jullie allemaal heel veel kijkplezier bij de uitzending van deze week. Ik sta hier in de leeszaal en ze zijn hier opnames aan het maken. Dus hier zitten we in het Oude Westen in de leeszaal en daar zijn ze bezig met de opnames van hun wijkberaad. En dat is gewoon live op tv te zien. Dus het Oude Westen regelt dit soort dingen gewoon weer online in een coronatijd. Ik zeg super gastvrij, want dan kan iedereen er gewoon bij zijn. Ja, je mag wat mij. Ik ben het er niet mee eens, maar ja. Ja, iemand zegt, je mag wel kunnen weten. Ja. Dus dat wordt dan gewoon weer geregeld in het Oude Westen. Dit is de bodemplaats. Wat zeg je? Ja, ben je bouw van het zien, moet je de bodemplaats. Ja, er is een nieuwe cultuurregisseur in het Oude Westen en... Ja, je denkt misschien, wat houdt dat precies in? Nou, ik kom gelijk even met de deur in huis vallen. Wat doet een cultuurregisseur precies? Nou, Rotterdam bestaat eigenlijk uit 14 gebieden en elk gebied heeft een cultuurregisseur. Een cultuurregisseur, ja, wat voor vragen kan je bij me aankloppen? Ja, dat is als jij een vraag hebt over of je iemand zoekt in je netwerk. Maar het kan ook vragen zijn over financiering. Alles wat eigenlijk betrekking heeft op culturele activiteiten in de buurt voor jou. Nou, buren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel een uitdagende baan is. Want wat zijn dan bijvoorbeeld in het werkveld wat je dan bekleedt moeilijke punten waar je dan tegenaan zou kunnen lopen? Nou ja, het moeilijkste punt waar we nu tegenaan lopen is dat iedereen heel veel leuke plannen heeft, maar dat niks uitgevoerd kan worden in verband met corona. Dat is het lastig. Mensen proberen heel erg creatief en origineel te zijn van, goh, kan ik dan niet dansen achter etalages bijvoorbeeld? Of kan ik niet als stelte lopen door de wijk heen en dat je dan toch zo die anderhalve meter, maar ja, er mag gewoon niks. Dus dat is soms wel lastig om, zoveel enthousiaste mensen toch geen podium te kunnen bieden. En je zei het net al heel even in het huis van de wijk. Hè? Er is ook een budget zeg maar, voor het district waar je nu mee bezig bent. Hoe is uiteindelijk dan de beoordeling zeg maar, van hoe je iets toekent, de ja of de nee? Nou ja, we hebben een klein budgetje. Elk gebied heeft een klein budget. Ik heb, het heet LCP, lokale culturele programmering. Dus echt voor activiteiten die jij in je wijk of in jouw straat wil doen. Eigenlijk hebben we als cultuurregisseurs per gebied gekeken, wat is nou echt nodig in het gebied? En dat kan heel erg, dat verschilt natuurlijk in Feyenoord vergeleken met in het centrum. En in het centrum willen we vooral voor jongere activiteiten, voor oudere activiteiten, kijken hoe we wat meer kunst in de buitenruimte ook kunnen financieren. Dus met dat kleine potje dat ik heb, gaan we toch proberen om een beetje op die prioriteiten te focussen. Eigenlijk ook wel een soort jurylid, zeg maar, tegelijkertijd van wat wel, wat niet. Nou ja, je hebt zo weinig geld, dus je probeert echt de grootste impact te maken met het geld dat we hebben. En dat is in het centrum proberen we gewoon op jongeren en ouderen en zoals wat ik net al zei, heel erg te focussen. En is er ook al iets bekend over het tijdsbestek, zeg maar, hoe lang je cultuurregisseur van dit district gaat zijn? Nou, voor nu, voor onbepaalde tijd. Ik ben net begonnen, dus ik ben nu lekker bezig met allemaal enthousiaste mensen te ontmoeten. Niet alleen het Oude Westen, maar in heel het centrum. Voor iedereen die een vet idee heeft of die vraag heeft over een netwerk of die de subsidie nodig heeft en niet weet waar die moet aankloppen, dan wil ik toch bij deze oproepen om even via de camera mail even, bel even op centrum@cultuurconcreet.nl. En dan kan ik je gewoon helpen. Oké, nou dankjewel Manon en heel veel plezier aankomende tijd. Ja, super, bedankt.
Vandaag is het best wel druk. We hebben Oscar, die gaat beatboxen. We hebben Gloria, die is een dichter. Daarna hebben we Jasper, die is singer-songwriter. We hebben Young Ilu, is rapper. Jeroen Sloof, die is poet, bekend. En ook Kervin, en die doet aan zingen, beatboxen. Die is een beetje een alleskunner. Dus wij hebben verschillende dingen vandaag en gaat leuk worden. Ik ben weer in de stad, ik ben weer in de stad. Money hier op zak, fuckers hier op zak. Ik ben weer in de stad, ik ben weer in de stad. Morgenochtend weer brak, shit, ik ben weer in de stad. Ik ben weer in de stad, morgenochtend weer brak. Ik ga hard, blank, gas, trap, trap, ik wak. In de stad, poppen, het voelde hier voor je nas. Het zit voor zes lukkers, verkoop nooit uit Osso. Ik ben weer in de stad, stad, ik ben weer in de stad, stad. Ik ben weer in de stad, stad, ik ben weer in de stad. Money hier op zak, pak eens hier op zak. En waarom hij bij mij een gevoelige snaar heeft geraakt, omdat hij eigenlijk een, als je zo naar hem zou kijken, het een hele stoere jongen is. En wanneer je met hem praat en zijn verschijning is gewoon eigenlijk heel, heel erg humble. Wat ik zeg is wil, maar ik blijf nog staan en ik sta weer stil. Ik denk, moet het redden voor die money en die stacks. Maar ik denk bij mezelf, die wereld die is slecht en de duivel die draait. Ik wil met me dansen, maar ik ben niet met die shit. Nee, ik kom die chansen. Speel die schaakspel en ik zet je schaakmat snel. Ja. Cool. En wat voor soort dansstijl? Bachata, salsa, merengue. Ja. En waar is jouw passie voor dans ooit ontstaan? Zo, dat is een hele goede vraag. Dat kan ik al sinds mijn negende, laat ik het zo zeggen. Het is al sinds jong af aan gebloeid, laat ik het zo zeggen. 7 will die. Ik kijk naar de lucht, ik zie geen sterren. Ik kijk naar mijn moeder gezicht, ik zie twee sterren tot haar ogen zijn. We gaan weer een wandelingetje door de wijk maken en polsen de meningen van de mensen op straat. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van De Stem van het Oude Westen met deze week de vraag: wat vind jij van social media? Ik vind social media eigenlijk een groot punt, eigenlijk, want het is een grote platform. Dus als je de juiste dingen kan promoten en laten zien, is het wel een goede platform daarvoor. In plaats van constant een nieuwsbericht of een advertentie plaatsen, is het wel een beste optie om dat te doen.
Hey, als jij het hebt over het juiste, zeg maar. Wat is voor jou het juiste om te laten zien op social media? Gewoon de dagelijkse dingen. Net als voor koken, iets leuks, activiteit dat je doet met je familie of gezinnen. Of als je met je vrienden bent. Wat toch iets leuks, ja, een leuke sfeer creëren. Want... Ja, ik sluit me daar inderdaad ook daarbij aan. Het is goed, maar ook sommige punten wordt het misbruikt. Het wordt misbruikt op de punten van dingen die al voor zijn gevallen. En inderdaad dat er mensen zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Waar misbruik van wordt gemaakt wat makkelijker is door social media. Omdat je dan eerder er iets bij kan zetten of een andere foto kan plaatsen of een foto van vroeger. Maar aan de andere kant brengt het ook meer en wijder nieuws. We hebben nu meer en wijder nieuws in het kader van we weten wat er in de andere delen van de wereld gebeurt. En we kunnen ook uiten wat onze meningen zijn, ook al zijn die af en toe niet heel politiek correct geuit. Wat vind je van social media? Kom ik heel even met een iets andere vraag. Zijn er mensen die jij ziet als voorbeeld op bijvoorbeeld het kanaal Instagram, doel ik dan heel even op? Niet echt bepaald als voorbeeld. Ik zie niet iemand als voorbeeld op social media. Het is wel soms, ik kijk ernaar en het is leuk om naar te kijken, maar het is niet echt dat ik zeg van, deze vind ik echt tof om naar te kijken of iets. Precies. Wat vind jij er zelf van? Van social media? Ja. Het is 50-50. Het is positief, het is leuke dingen en je kan er informatie vandaan halen, maar het is ook weer... Is de informatie wel correct en is het wel geloofwaardig en dat soort dingen. Dus het is niet altijd even betrouwbaar als je wilt denken dat het is. Ik zit zelf niet heel veel op social media, maar ik vind het wel mooi dat mensen bepaalde dingen bespreekbaar maken die bespreekbaar zouden moeten worden. Ja. Je geeft aan, je zit er zelf niet heel veel op. Heeft dat een reden? Ik hou niet echt van het plaatsen van foto's en zo. En de informatie die erop staat, dat is niet echt mijn ding of zo. Ik heb alleen Snapchat. Dus ik kijk alleen video's van mijn vrienden. Ik hoorde jou net zeggen, ik vind het soms mooi, zeg maar, wat er bespreekbaar wordt gemaakt. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, ik weet niet of u het kent, maar Avondklok van Defano Holwijn. Daar worden dan dingen bespreekbaar gemaakt, zoals wat er gisteravond is gebeurd. Ik vind het wel mooi dat hij mensen de kans geeft om hun mening daarover te geven. Ja, ik vind het het is natuurlijk wel leuk, gewoon social media. Je kan wel veel contact hebben. Maar het heeft natuurlijk ook zijn negatieve aspecten. We hebben gisteren ook weer het nieuws gezien. Dus ik vind dat we wel mee moeten uitkijken hoe we het gebruiken. Maar het is natuurlijk wel, het kan positief gebruikt worden. Ja. En maak jij zelf gebruik van social media kanalen? Ja, ik gebruik zeker gebruik van social media. Ik gebruik vooral Instagram. Ik kijk daar mijn basketbalvideo's op en gewoon een paar nieuwsdingetjes. Dus ik vind het wel leuk. Alleen zoals ik zei, we moeten wel goed mee uitkijken hoe we het gebruiken. Hey, basketbalvideo's geef je al aan. Nou ja, dus eigenlijk heel specifiek gebruik je dan je Insta, als ik je goed begrijp, hè? Ja, dus vooral, ik kijk heel veel basketbalvideo's, omdat ik niet in de nacht mijn wedstrijden ga kijken, is een beetje laat. En ik heb ook soms contact met mensen, gewoon stuur ik een DM'tje of zo, kan ik gewoon met hun praten, gewoon vrienden die ik ken. Stuur een paar grappige memes naar elkaar, filmpjes en zo. Dus dat, daar gebruik ik vooral Instagram voor. Dat is wel een lastige vraag eigenlijk, want social media is natuurlijk op zich best wel leuk. Gewoon dat je een beetje contact kan houden met je vrienden, dat je een beetje kan zien wat ze aan het doen zijn. Wat ze aan het doen zijn, bedoel ik. Maar het heeft ook wel een beetje een negatieve kant natuurlijk, want vooral tieners die erop zitten, die krijgen toch wel een beetje een verkeerd beeld van de wereld misschien. En daar moet eigenlijk wel wat beter op gelet worden, vooral door ouders vind ik. Want ik zie sowieso social media mag je pas op als je 13 jaar of ouder bent volgens mij. En ja, daar moeten ouders echt beter op letten, vind ik. Want als je als kind al zeg maar, in aanraking komt met wat mensen van je gaan vinden en dan comments posten en zo, dat kan een heel slecht beeld bij dat soort mensen brengen, bij tieners. Want dat zijn natuurlijk de belangrijkste jaren van je ontwikkeling. En dan helpt het niet echt, dat social media. En tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd, want volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug op de buis. Vergeet ons tussentijds niet te volgen op onze socials, Facebook, YouTube en Twitter. En natuurlijk onze website www.oudewesten.tv. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.